Eerst naar het MH17-proces. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje. De Russen noemen de uitspraak van de rechter in het proces politiek gemotiveerd. Aan tafel Anne Kuik, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedenavond, mevrouw Kuik. Goedenavond. Ja, politiek gemotiveerd, deze uitspraak. Ja, nou ja, die reactie had je enigszins wel uh, kunnen verwachten natuurlijk uh, van de Russen. Uh, aan de voorkant gaven ze al aan uh, dat ze er niet, uh, niet heel veel geloof in hadden. Mm -hmm. uh, maar het is goed dat, uh, dat uh, Wopke Hoekstra die ambassadeur ook op het matje roept ja. om uh, hierover toch het gesprek te voeren. Ja, is dat onvermijdelijk dan dat er zo'n dus politieke, diplomatieke stap gezet moet worden? Dat denk ik wel. En het is ook goed dat dat gesprek gevoerd wordt. Ja. Um, kijk, als je totaal uh, boycott hebt en mensen wegzet, uh, dan komt het sowieso niet tot een gesprek. Nee. Dus ja, die diplomatie is wel belangrijk. Ja. Maar je zou uh, kunnen zeggen dat het MH17-proces, uh, waarbij veel Nederlandse slachtoffers waren te betreuren, ja. de oorlog in Oekraïne... De Russen staan er nou niet netjes op. Dus zet zo'n man het land uit, zo'n ambassadeur. Ja, dat, dat, hè, dat, dat zou je kunnen verwachten. Ja. Um, maar dan houdt het gesprek ook op. Mm -hmm. En diplomatie is ook van belang. Um, kijk, die, die uitspraak van de rechtbank is natuurlijk heel erg belangrijk voor uh, de nabestaanden van de, van de slachtoffers ja. en voor Nederland. Um, het is een eerste stap richting rechtvaardigheid. Mm -hmm. um, dus ja, dan, dan ga je toch het gesprek aan... als ook zo'n ambassadeur uh, zegt... ja, niks mee te maken ja. met, met, uh, met die uitspraak. Uh, die, die, ja, ik, ik vind het belangrijk dat, dat we dat gesprek... die diplomatie, daar toch uh, op blijven aangaan. Die kanalen openhouden, zegt u Precies. eigenlijk. Precies, ja. 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 Wat zegt deze uitspraak eigenlijk van de rechter? Nou, wat ik zeg, het is een, uh, uh, een eerste stap naar uh, rechtvaardigheid. Mm -hmm. En ik denk dat uh, slachtoffers... Uh, en, en de nabestaanden daarvan, vooral de nabestaanden daarvan natuurlijk heel lang hebben moeten wachten, acht jaar lang. Uh, en dat dit misschien ook wel uh, een stukje uh, opluchting en, en, en verwerking uh, biedt. Ja. Uh, maar ja, we zijn er nog niet natuurlijk. Want uh, he, mensen kunnen ook nog weer een hoger beroep. Uh, maar deze eerste stap is heel belangrijk. Ja. Maar de mensen die veroordeeld zijn, zitten in Rusland ja. uh, en gaan daar gewoon door met hun leven. Ja, dus dat, dat zal, dat zal ver, vervolg moeten krijgen mm -hmm. natuurlijk. Uh, daarom zeg ik, ja, het is een eerste stap ja. en we zijn er nog niet. Uh, maar het is wel goed dat de rechter uh, nou, hierover zich heeft gebogen ja. en dat deze uitspraak er ligt nu. Ja, tot slot, heeft het ook politieke gevolgen voor de verhouding Rusland-Nederland? Nou ja, die, die, die stonden natuurlijk al op scherp. Ja. Uh, uh, op het moment dat MH17, uh, de ramp, uh, plaatsvond uh, en de ontkenning daaromheen, uh, wat er is gebeurd. Uh, het was de eerste stap toen al natuurlijk richting de escalatie die we later hebben gezien ja. uh, in de oorlog van Oekra naar Oekraïne toe. Uh, dus die verhoudingen staan natuurlijk al op scherp. Ja. Ja, maar u zegt toch de kanalen open houden en blijven praten met elkaar. Dat is altijd belangrijk. Ja, ja. Als je de deur dichtgooit, dan kom je ook niet verder. Nee, duidelijk.